Het is al een aantal jaar dat ik hier op uitgenodigd word, ook met de Enzo's en zo, en dat ik dat zo wat half een beetje volg. En ik ben altijd heel erg gecharmeerd geweest door de sfeer die hier hangt en de goodwill en de goesting die hier hangt in dat filmfestival. En ze zijn nog niet zo lang bezig en ik heb altijd zoiets gehad van hey, maar het is hier wijs en het is hier... Mensen zijn echt met de film bezig. De nadruk van Oostende heeft ook altijd op de Vlaamse film gelegen, voor een groot stuk. Er zijn hier films in première gegaan en daarmee dacht ik, ik wil dat wel doen. En ze hebben mij 3 keer moeten vragen, want ik heb eigenlijk een redelijke... Het is eigenlijk redelijk druk, ik heb toch tijd gevonden en gemaakt om ook dat masterschap of zo goed mogelijk in te vullen. Ja. En ook Oostende. Het is mijn tweede favoriete stad van Vlaanderen naar Gent. En ik ben hier gewoon heel graag. Ik heb hier ook 3 jaar gevreden met een meisje. Ik ken de stad redelijk goed. En ook cultureel zijn ze zo alsmaar sterker en sterker aan het worden. En ze zijn echt een speler in het culturele landschap in Vlaanderen. Na Antwerpen, Gent en het Brussels Gewest hebben we toch in mijn Oostende iets. Ze hebben een nieuw cultureel centrum. Theater aan Zee is heel erg belangrijk. En, vandaar ik had zoiets van, ja, ik moet dat gewoon doen. Ja.